Wat legt ze er ook lief bij. Nee, Moppie. Nee. Ik had je al geprobeerd te bellen, maar je nam niet op. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is alweer maandag 24 augustus. Het is bijna 1:30 in de middag. Mijn naam is Karin Stammerman van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stammer van de Werf. Ja. En dit is Speedy. Die lekker bij me ligt. En wat ik zo meteen ga doen. Dat is dat ding uitzetten. Dat ding daar. TV'tje. En dan ga ik lekker. Want maak jij er weer een troepje van. Ja. Ai. Ai. Kom hier. Nee, toch niet. Nou ja. Ik ga lekker tv kijken. Eens keer weer wat anders. Lekker op de bank hangen. Lekker. Daar is het ook lekker weer voor. Dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Wat leggen ze er ook lief bij. En ik kijk dus naar RTL Crime. Ja, dat is leuk. Is handig. Is een goede acteur. Die ook. Hij is heel goed. En jij bent onwijs lief. Dat ben je ook voor jou, hè? Heerlijk. Nou, toen liep ik even buiten, want ik ga even naar Roos in huis of Roos even wakker maken. Ik zou hem eigenlijk om 2:30 bellen, wakker bellen. Maar, hoe heet dat? Roos is gewoon niet wakker te krijgen. Ik heb hem een uurtje langer laten slapen. Maar ja, hij is niet wakker te krijgen, niet. Nee. Schande. Hè, ik kan weer praten. Nee, nou niet meer. Nou. Nee, ik ga dus nu lekker Ro even wakker maken. Moet dit? Ja, dat moet. Handig, toch? Erg handig. Ja. Maar ja, ook hun moeten hun werk doen. Zo, en nu horen jullie mij hopelijk wat beter. Ik ben bijna al bij Ro. Lekker zonnetje. Heerlijk. Ja. Lekker. Ik heb sleutels mee. Ze kan binnenkomen. Of handige sleutels. Maar ze komen gewoon niet binnen. Nee. Dus, ja. Lekker. Heerlijk dit. Lekker, lekker, lekker. Even kijken. Of je misschien in de keuken staat ook niet. Nou, dan ga ik hem echt wakker maken. Yes, ik ga hem lekker wakker maken. Ja. Is handig. Yes. Nou, ik zie je zo meteen van boven. Nou, en toen stond ik in de lift. Dat is even kijken. Wat we gaan doen. Moet ik wel even een goede sleutel hebben voor mezelf. Die heb ik al. Maar ik ga even deze stukje ervan even van afhalen. Dat is wat makkelijker voor mij. Ja. Probeer het makkelijk te maken, want hij neemt ook niet op.
Hey, Moppie. Hey. Ik had je al geprobeerd te bellen, maar je nam niet op. Huh? Het is 4:30. 4:30? Dat is hetzelfde dan 2:30 volgens mij al. Hè? Huh? Dat is later dan 2:30. Ja, want ik heb je expres even een uurtje langer laten slapen. Hoi. Hey. Oké, dankjewel. Ja, goed hè, van ik hè. Huh? Doe ik toch nog eens wat goed hè? Zeker. Maar ik moet nog bellen. Dan bel even. Nee, ik wil dat graag opnemen via mijn eigen huistelefoon. Dus je weet dat ik jou daarbij wil hebben. Dat is goed. Dus. Nou, douche heb je al gedaan. Scheelt het weer? Douche? Oké. Douche had je al gedaan. Oké, dat kan. Ja, vorige keer nog. Ja, en voordat je in ging slapen. Is dat zo? Ja. Dat weet ik wel. Dat is dus. Goed. Ja, goed hè. Die vond ik even mooi. Nee. Ja. Mensen willen, als ze gaan verhuizen, een busje hebben. Of een busje. Is dat zo? En die busjes kun je niet. Is dat zo? In de ski terrein. Oké. Het gaat erg goed. Hij is goed bezig met zijn vak op dit moment. Maar hij vindt het wel redelijk saai. En ja, we hebben ook een diepe gesprek of zo. Het is meer, ja, hij heeft het over knallen, hard werken. En ik denk van ja. Ik wil gewoon, ik heb allemaal dingen naast, zeg maar. Oké. Okay. Oh ja. Dat je wel helpt kan werken. Is het zo? Ja, ik ben ook dat heel. Is het zo? Het voelt wel echt als een passie, inderdaad. Oké. Okay. Ik hier van 9 tot 5 nou, dankjewel. Kan. En, ik hou ook ja, voor jou, hoor. En ja, dat had ik met het andere werk eigenlijk helemaal niet. Ik hou ook voor jou. Oké, okay, nou, dank je. Ja, ik ben je aan het filmen, ja. Ja. Sorry. Dat je in de zo lekker bij ligt. Net als deze aapkopje. De dokter van Kreet studeert hier in Gens. Dit is al meer dan een week zonder nieuws. Hé, aapkopje. En dan kijken we lekker flikken op de... TV, dat is ook erg leuk, ja.